Hier is het dus afgebroken, wat wij dus hoorden. En u kunt aan de omvang van de boomstam wel zien. Wat er eigenlijk vandaag is gebeurd, is gewoon triest. Het had echt af kunnen lopen. Tijdens het gezellige Foodtruck Festival breekt ineens een zware tak van een van de populieren af. Tot grote schrik van de bezoekers en de ondernemers. En ik hoorde een krakgeluid. En ik dacht van, nou, dat is niet goed. Ik dacht, wat is het nou? Dus op een gegeven moment liep ik naar achteren en op dat moment viel dus die tak naar beneden. Bovenop? Bovenop de mevrouw. Het viel naar beneden, dus die man die er ook aankwam, wou die vrouw helpen. Waardoor dus die man op een gegeven moment onder die tak kwam. Die tak die viel bovenop twee mensen? Ja, ja, te triest. Dat was gewoon heel erg. Die man die schreeuwde naar hulp. Maar die man heeft gewoon een verbrijzelde knie en die vrouw die heeft, ja, haar rug is kapot. Het was schrikken, ja. Ja, daar sta je niet bij stil. Dat als er een klein zuchtje wind opsteekt, dat er dan een tak van zo'n 500 kilo ineens naar beneden komt. Want dat was het echt wel. Ja, goed, en op dat moment dat ik zeg maar die man wil helpen, sprong dus aan de kant. Als ik dit niet had gedaan, lag ik er zelf ook onder. Rollend Hoorn is normaal gesproken een gemoedelijk festival. De vallende tak en de twee gewonden zorgen ervoor dat de ondernemers zich geraakt voelen. Uiteraard. Wij staan hier met het gevoel dat de gemeente Hoorn ons plein voorbereid heeft. Dat we hier op een veilige manier kunnen ondernemen en gasten kunnen ontvangen. Maar het gevolg was dat een vrij groot stuk van het festivalterrein is afgezet. De brandweer deed dat en controleerde de omliggende bomen en zaagde uit voorzorg meerdere takken af. De bezoekers zien de gewonde meneer door een ambulance afgevoerd worden. Ze voelen zich niet prettig met vallende takken. Een beetje onveilig gevoel, want er zijn een hoop mensen hier ook. Normaal hadden we op deze locatie ook kermis. Er werden preventief zwakke takken weggehaald. Maar als je dan zo'n tak achter je ziet en je hoort dat er iemand door geraakt is, ja, dan vind ik wel dat ze mensen na moeten gaan denken over waar geven we een festival. Het is een nalatigheid van de gemeente, echt. Want deze bomen die staan al zo lang en die hebben geen onderhoud gehad. Je zou je moeten schamen als gemeente zijnde.